We hebben als gemeente Oldebroek van harte ingestemd met het verzoek om het nieuwe viaduct bij Wezep naar jullie Mark, naar sergeant-majoor Mark Leijsen te vernoemen. Mark kwam om het leven tijdens een vredesmissie in Afghanistan. Oldebroek is een militaire gemeente. We hebben al heel lang een goede band met Defensie. Wie in deze regio werkt of woont, denkt bij het woord Oldebroek vermoedelijk al snel aan het artillerie-schietkamp. Er lopen regelmatig militairen in uniform door onze gemeente. En onze inwoners horen al bijna 150 jaar de schoten van de artillerie op het ASK. Deze legervoertuigen, oefeningen en schoten attenderen ons keer op keer op het feit dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. En dat deze vrijheid soms met wapens moet worden verdedigd, beschermd of verkregen. We kijken daarbij niet alleen naar onze eigen vrijheid en veiligheid, maar ook naar die in andere landen. En daarom deden en doen we mee aan missies in andere landen, waaronder bijvoorbeeld Libanon, Irak, Mali en Afghanistan. Missies die vooraf geen garantie bieden op een veilige terugkeer van onze mannen en vrouwen. En dat is inherent aan het werk van een soldaat. En dat maakt ook dat ik vind dat we ons veel meer bewust mogen en moeten zijn van de moed van onze defensiemedewerkers. En Mark wist dat er risico's waren verbonden aan het beroep dat hij uitoefende en aan de missies waarvoor hij werd geselecteerd. Maar hij liet zich niet afleiden of afschrikken door wat hem zou kunnen overkomen. En tot 2009 keerde hij altijd weer veilig in Nederland terug, tot die derde missie in Afghanistan. Hij was mee in een open terreinwagen die ten noordwesten van Kamp Holland op een bermbom reed. 3 collega's en een tolk raakten gewond. En Mark kwam hierbij om. Nog maar 44 jaar oud. For there tomorrow. Op 8 september werd de vlag bij de Prinses Margrietkazerne, waar Mark gelegerd was, half stok gehangen. En het is mooi deze plechtigheid hier vandaag op dezelfde plek, in dezelfde kazerne, te houden. Van hieruit is hij vertrokken en hier komt hij nu in gedachten weer thuis. Vanmorgen onthullen we symbolisch het bord met zijn naam en rang erop. 2 andere, grotere naamborden zijn inmiddels op het nieuwe viaduct over de A28 bij Wezep gemonteerd. Als eerbetoon aan Mark. Ik ben Nick Leijsen, de zoon van Mark. Ja, eigenlijk vind het sowieso mooi dat er tegenwoordig wel steeds meer aandacht wordt gegeven aan de gesneuvelde militairen. Het is natuurlijk heel lang eigenlijk nooit dat er heel veel aandacht voor is geweest. Eigenlijk alleen de Tweede Wereldoorlog en nooit aan wat er daarna meer is gebeurd. Dus ja, ik vind wel dat het een mooie eye-opener is voor de rest van Nederland om te zien van hey, er is nog meer gebeurd. Eens, we zijn mineurs van het Nederlandse leger en onze naam is overal bekend. Solieu, we dragen de jas met goud gehelmde knopen. De PKW is ons niet onbekend. Solieu, en iedereen die mag het weten. We krijgen vanavond uit je rats te eten. En moeder de wasvrouw staat aan de deur. Dat is de roem van elk mineur. Dat is de roem van elk mineur. Zo duur. Op het regiment en het park. Dank u wel, vader. Je wist natuurlijk al dat er meerdere nabestaanden een viaduct hadden gekregen. Dus dat vind je dan natuurlijk ook wel mooi om te zien, maar dat je eigen vader er hangt. Ja, dat is natuurlijk ook wel mooi. Dat is ook wel een mooi gebaar wat dan de overheid toch dan heeft gedaan uiteindelijk.